Ja, Tony Pino achter de camera. Kijk, daar heb je de brug van Nijmegen. En kijk eens wat we aan deze kant ontdekt hebben. Daar is hij dan. Zie je dat? De handbedieningspont. Gaaf, jong. Hoi, je staat er. Even tekst lezen hier, wat er staat. Mooi. Een soort van Bob Marley sticker. Mooi. En als het goed is wat je hier aan draait, ik weet niet of die werkt, dan, ja, zie je dat? Er komt beweging in het ding. Dat is wel gaaf. Even kijken of we erop kunnen. Als het goed is moet je dit open doen. Ja. Oké dan, maak lawaai. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus ik ga de tas er neerzetten. Gaan we het hekketje dicht doen. Kijk. Als het goed is moet je hier aan draaien met je hand. Nou, zo zwaar is het niet. Dan kunnen we naar de overkant. Ja, turbine. Het is net zo'n bronsmotor die je aan moet zetten. Nee. Gaaf, jong. Nou, hij is al een stukje verder. Ik zal de camera 4 opzetten. En dan kunnen jullie ook zien dat we naar de overkant toe gaan. Ga ik even werken. Dan. Zie je dat? Hij draait nog na. Klein stukje nog. En dan zijn we aan de overkant. Gaaf, jong. Gaaf, jong. Kost best wel wat energie, maar dat is gewoon lachen. Kijk, het draait daarna. Wow, dat is goed, jong. Gaaf, we doen weer aan het sport, jong. We zetten de camera even hier bovenop. Gaan we nog even draaien. We zijn er bijna, jong. Kijk, mooi, zie, we zijn aan de overkant. Gaaf, jong. Wat? Nou, ga maar even kijken. Oh, kijk dan, we hebben echt dat hele stuk hebben we afgelegd. Tot en daar. Zie je? Gaaf, jong. Kijken of die open kan. Yes. Hier gaan we eraf. Zo. Oké dan. Zo. Nou, dan gaan we het ontdekken. Oh, we hebben weer een nieuw gebied gevonden. Dit is het. Oké dan. Kijk dan. Die. Deze zit er. Deze zit hier ook! Die wil ik zien. Kijk dan. Oh jee. De blauwborst zit hier. Wow, ik wist de blauwborst. Kijk, en daar heb je nog meer beesten. Hier heb je een soort van watertje. Kijk. En daar zitten ze.
Allemaal beesten, zie je dat? Het is best wel een mooi stukje natuur hier. En dat daar is de Duivelsberg. En hier ligt dan de trekpont of handbedieningsding, noem ik het maar. Zo, we hebben aan sport gedaan vandaag. Maar ik wil deze jongen, die wil ik zien. Ja, en de blauwborst. Het begint iets te regenen. Wacht, Ubbergen, Nijmegen, een beek. Oké, dan gaan we even kijken of we daar kunnen komen. De Duivelsberg. Berucht iets. Ga even lopen. De planning was eigenlijk vandaag om naar de ondergrondse bunkers nog even te gaan. Maar het lukt vandaag niet. Doen we misschien morgen. Of anders van de week. Ik weet wel dat er regenopkomst is. Dus ik neem het er nog even van, één dagje. En dan kunnen we vanavond weer beginnen met zuipen. Mooi jong. Kijk eens. Oh man, waar zijn we nou weer terecht gekomen jong? Kijk eens, er staat een bordje. Oké dan, hier heb je watertjes. Daarachteraan zie ik ook al wat. Ja, daar heb je ook weer wat. Gaaf. Oké, okay. Hier heb je een soort van klein meertje. Nou, dankzij Google Earth hebben we het weer gevonden. Ik was een beetje aan het kijken op de computer. Ik denk van, trekpontje gevonden. En ik wist dat hij hier in de buurt was. Toen ben ik verkeerd gereden. Toen kwam ik hieruit. Ik denk, dan pak ik het ding ook gelijk even mee. In de vlog. Dus is wel leuk. Hier is water. En daar is water. Dan heb je zo'n verlaten boom staan, zie. Gaaf. Oké dan. Iedere dag probeer ik nieuwe dingen te ontdekken. Ik heb al heel veel op het oog, dus het komt wel goed met de vlogs. Nog even en dan hebben we de 1000 abonnees bereikt op ons kanaal. Dat duurt nog wel even, maar goed. In ieder geval aankomende paar maanden zullen we dat wel gaan bereiken, hoop ik. Maar goed, je zult wel zien wanneer dat is. Ah, wat is dit? Kijk. Er zit trouwens een nest op het water, heb ik gezien. Wow, dit is wel heel vreemd. Dit is een soort van deur. Kijk dan, dit hebben ze eigenlijk mooi gemaakt, zie. Een deur die je open kan doen om er doorheen te lopen. Terwijl de andere kant gewoon normaal open is. Maar dit is echt toppie. Dit is... Wow. Dit is echt te gek voor... Ik laat het nog een keer zien, jong. Een deur die open kan. Ja, waarom zou je het ding gebruiken, jong? Je kan toch gewoon daarheen lopen? Maar goed. We gaan nog een keer een moeilijke weg pakken. We gaan er gewoon doorheen, jong. Kijk. Zie. Kun je er omheen lopen. En dan kun je er nog een keer doorheen. Ik wil het wel voor de derde keer doen, maar heb ik geen zin in, jong. Kijk eens. Wat is dit? Oh ja, ik heb net gezegd dat er een nest op het water zat. Daar is die. Zie je dat? Nee, een stuk hout. Wat is dat? Zal ook een stuk hout zijn. Ja. Maar wacht, wat is dit? 175 meter. En dan krijg je de veer. Dus dat is daar. Vet. We gaan kijken wat we van nieuwe dingen kunnen ontdekken vandaag. Hier heb je trouwens ook nog een meer. Leuk stukje bos. Gaaf jong. De video's van de ondergrondse bunkers komen eraan. Ik heb ze al kunnen maken. Dus die komen ook op mijn kanaal. Alleen ik ben er nog niet in geweest. Wat is dit? Kijk, hier kun je in. En dan hebben ze hier een soort van... Oh, hier is het een stuk warmer. Chillplek gemaakt. Dat is ook wel leuk. Wat is dit? Hier hangt iets in de boom. Zie je dat? Lijkt op een nest, maar het is iets anders. Watertje. Een paar struikjes. Ben je benieuwd waar we uitkomen? Vermoedelijk moeten we bij een soort van brug over de weg uitkomen. Ik hoor auto's in de verte, maar goed. Of die open is, weet ik niet. We zullen wel zien. We gaan gewoon het verkennen. Het begint alleen iets te regenen. Dus een paar druppeltjes, maar dat maakt niet uit. Zo.
kijk, daar heb je weer zo'n verlaten boom. Je hebt er trouwens een kerk, of niet? Wow, dat is ook apart. Een kerk waar niemand woont eigenlijk. Gaaf. 0.2. En ik hoor waterstromen. Wat staat hier? Oh. Mooi. Hey. Hier heb je ook nog een veld. En kijk, ik hoor de waterstromen. Dat komt daar vandaan. Dat heb je een soort van vistrap. Zie je dat? Of het is water van een bron, dat zou ook kunnen. Dat is wel mooi. En wat is dit? Hier heb je een soort van boerenhek. En hier heb je een soort van klein dingetje waar ik misschien tussendoor door kan. Het gaat ook maar net. Oh, ik zit vast. Mijn tas zit vast. Ja? Kijk, we zijn gewoon hier doorheen gegaan. Dan gaan we eventjes kijken wat hier is. Misschien dat die stieren willen lopen. Oké, dan verboden toegang staat hier, zie je? Zo mag je officieel niet komen waar ik nou ben. Al die muggen. Ah, jongens, kijk. Ik moet gewoon verder kijken als dat mijn neus lang is, want daar heb je de brug al. Kijk, daar moeten we zo straks overheen. Als we dit pad uitlopen, komen we daar. Dus het is wel mooi. Zo ziet hij eruit. Precies, geniet even van het moment. Wat is dit? Hier heb je een hekketje. Ja, verder ga ik niet, want het is verboden toegang. Even checken of die open is. Ja, er zit alleen zo'n boerenstrop op of zoiets. In ieder geval, geen idee. Maar goed, ik ga weer terug. Gaan we even kijken. Kijk, heb je zo'n eiland met beesten. Zie je, schansen zitten erop. Mijn camera wil nog niet scherp staan. Omdat hij gaat scherp stellen op het riet. Even kijken of ik hem zo kan krijgen, heel misschien. Ja, dat is wel een stuk beter. Kijk, daar zit hij. Nou, dan gaan we eens even kijken of we in de buurt van de brug kunnen komen. Ja, wat daarachter is, weet ik niet. Dan krijg je waarschijnlijk de Duivelsberg. En dan krijg je ook de grens van Duitsland-Nederland. Gaaf, jong. Gaat ook maar net, jongen. Zo, we zijn hier doorheen gegaan. Top, man. Bruggetje. Een rietveldje. En stromend water. Zie, hier is het. Het stormt nog behoorlijk hard, moet je kijken. Het kan zijn dat het afkomstig is van een bron. Ik weet niet of de Duivelsberg ook een bron heeft. Ik zal het eens gaan opzoeken op internet. Struikjes. Nou, hier zitten vogels. Zie je dat? Waar ik gisteren was, stond alles in de bloei hier een stuk minder. Ik hoop niet dat er druppels op mijn lens komen. Oh. Het valt me wel op, overal waar ik de laatste paar maanden geweest ben. Dat is eigenlijk alleen maar vrijstaand gebied. Wat ik trouwens wel jammer vond, is dat ze bij de waterzuivering in Zaandam, dat ze de waterzuivering zelf gaan ze van de week dus slopen. Dus die is er over een maand niet meer. En wat, dan, ja, wat daar nou komt op die plek, geen idee. Kijk, daar heb je hem al. Daar moeten we heen. De brug. En hier hoorde ik net geritsel, ja. Daar sprong iets weg. Nou, nog net niet voor de camera gekregen, maar goed. Oh, dit is misschien 2 jaar of zo, 2,5 jaar, dat ik hier al naartoe wilde gaan. En uiteindelijk, we hebben het geschafft. We zijn er. Gaaf, jong. Ik ben niet alleen. Kijk. Zie je dat? Even kijken of we dichterbij kunnen komen. Deze beesten die zijn waarschijnlijk heel erg schuw. Ja, zie, hij peert hem al. Kijk, daar is hij. Zie je dat? Wow, hij kikte echt, zie je dat?
Ja, die beesten hier in zo'n vrij veld, die zijn geen mensen gewend. Dus die vluchten. Yeah, man. En er staan beesten. Ik heb hier aan de linkerkant heb ik ook nog beesten zien staan. Ja, daar zijn ze. Ik weet niet wat het zijn, zie. Die hele groep daar. Kudde bij elkaar. Zijn koeien of niet? Of schapen? Ja, volgens mij zijn het schapen. Ja. Oh, hele speciale... Oh, heel speciaal zien die eruit. Maar goed. En een auto weg. Een witte auto. Hier, man. Kijk hoe lang het gaat duren voordat we aankomen. Mooi, jong. Ik heb trouwens gisteren... Dat was 29/3/2017. Heb ik voor het eerst het voor elkaar gekregen om mijn batterij van mijn camera in één dag leeg te trekken. Ik heb zoveel gefilmd. Dus ik had nog 3 minuten over. Ik denk, nou, laat die 3 minuten maar zitten. Dus ja, dat is wel gaaf. Wat dat een keer gebeurd is. Moest ik het jullie even vertellen. Ik weet niet of we goed zitten. Kijk, daar heb je zo'n... Wat de boeren altijd maken. Zo'n... overstap. Zie je dat? Om aan de andere kant van het schrikdraad of prikkeldraad te komen. Ah, hier heb je de weg. Ah, kijk. Dit is die weg die ik toen met Monique gereden heb in het busje. Toen we van België terugkwamen, toen kwamen we hier via de snelweg, kwamen we eronderdoor. Dit is het dus. Maar nou is de vraag, hoe kom je bij die brug? Ah, wacht. Gewoon het hekketje door en dan ben je er al. Wow, het is trouwens sneller dan dat ik verwacht had. Dan gaan we even het ding bekijken, jong. Kijk wat hier staat. Een looppad. Ja, we zijn er. Even kijken. Een abeslot zal er wel omheen hangen. Wow, wow, wow. Kijk. Hij is snel. Hij zat hier gewoon. Zo. Aha. De steen van Peter R. de Vries. Die had dat zoiets ook gefilmd of zoiets. Dat is om lijken te verzwaren. Die ligt hier gewoon. Mooi, hem. Aha, kijk, we zijn uitgekomen bij de brug. Op een boerenlandweg, een watertje. Kijk, hier is die. Hier moeten we nou overheen. Dit is echt gaaf. Jongens, dit is toch het teken van het naturistengeval? Van het naakt zwemmen, volgens mij. Kijk, kijk eens. Wat is dat? Er staat een teken op, jong. Ja, moet de camera niet hoog houden. Kom een spat, jong. Een boompje omgezaagd. Zonnepaneeltje, zie. Daar is die. Een verkeersteller. Het verkeer wordt geregistreerd, jong. En dan gaan we naar boven toe. Het kan zijn dat er zo dadelijk verkeer tutert, dat ze me zien. Dan krijgen ze een shout-out van me. Kijk, we gaan naar boven doen. Hier heb je een platform en daar heb je een fietspad. Zie? Fietsetje. En dat is de Duivelsberg. Oh, gaaf, jong. Aha, kijk eens. En een brug ontdekt. Dit is trouwens mooi voor een geocache. Deze doppen, zie? Die kunnen zo'n geocache stoppelen. Ik ga het verkeer tellen met de verkeersteller. Daar is die. Zonnepaneeltje. Wat zou zo'n zonnepaneel eigenlijk opbrengen aan stroom? Niet veel, denk ik, maar goed. Kijk. Hier heb je een soort van kunstwerk wat ze gemaakt hebben. Kijk, ooi. Even kijken, wat staat hier? Groenlanden, dat was er gisteren. Heb je de Waal. Upbergen. Wat is dit? Oké dan, hier heb je van die kwekerijtje. En dan gaan we eens even kijken of we de brug overheen kunnen lopen. Jong, kijk eens, het loopt gewoon helemaal naar beneden, jong. Kijk eens, het zit gewoon vast met een grote schroef, zie je dat?
Daar hangt het, de hele constructie hangt daar gewoon aan, hè. Wow, het loopt hier stijl naar beneden, joh. Als het winter is, dan glij. Yo, kijk eens. Oh, ik ben echt blij dat ik het weer gevonden heb, joh. Zo. Ja, en dan zijn we hier aangekomen bij... Tadaa! De Heerlijkheid Beek. Ja. Kijk eens, hier is het gewoon, jong. Het ziet er wel heel speciaal uit. Kijk, zo groot zijn die schroeven hier. Zie je? Dit is mijn hand. Kijk. Bij de Marklin-treintjes gebruiken ze kleinere schroeven. Ja. Even kijken, wat is dit? Het is een heel lang fietspad. Wow, die is echt mega lang. En wat is er nou? Wow, jongens, kijk dan. Wow. Dit is gaaf. Kijk, en hier heb je dan die brug waar we net overheen gelopen zijn. Gaan we even kijken. Wat is dit? Dat is wel een heel apart logo. En een bliksemafleider. Voordat de bliksem inslaat, dan wordt hij afgeleid de grond in. Soms wel tot 80 meter diep of verder. Zo. En dan kun je pas zien hoe hoog het is. En dit loopt dan ook weer naar beneden. En wij zijn nu hier aangekomen. Bij een soort van voetpad. Aha, 1932, 2010. Heerlijk. Nou, we gaan het verkennen. We zijn weer in een soort van bos uitgekomen. Lekker wel een soort van militaire barakken die er staan. Het zal wel iets anders zijn. Ik kom hier bij een watertje uit. Gaaf. En je ziet het, het begint te regenen. Ja, we hebben weer pech. Omgevallen boompje. Ah, jongens, wacht. Ik heb zo'n vermoeden dat ik hier als kind zijnde een keer geweest ben. Maar dan weet ik natuurlijk helemaal niet zeker, omdat je hier vlakbij Duitsland zit. En dat kan zijn dat we zo dadelijk aan de voet van de Duivelsberg terechtkomen. Dat zou wel mooi zijn. Nou. Oké dan. Nou. Bovenop mijn camera is het ook al nat. Dus ik ga zo dadelijk de vlog weer beëindigen, denk ik. We gaan eens even kijken waar we uitkomen. Dan heb je een soort van klein watertje. Ik kan het jullie ook even laten zien in de vlog. Zie. Zo ziet het eruit. Net zoiets als bij Montferland. Dat vind ik eigenlijk mooier, maar ja, hier is er ook één. Even kijken. Ja. Ah, hierin gaat, weet ik niet waar je uitkomt. Misschien bij die barakken daarachter. Dat is een heel lang pad. Wij moeten dus hierheen. Een soort van vlondertje over. Ja. Dan kom je eigenlijk bij een soort van mysterieus gebied uit. Nou, in de zomer zal dit wel mooi zijn. Als alles hier in de bloei staat. Kooi je ook genoeg vogels. Kijk, daar heb je weer zo'n vlonder. Trouwens, ik wil een keer naar België toe. Daar heb je wat je nou ziet, dit. Ja. Dan heb je daar een paar kilometer lang. Daar sprong iets weg hier. Dit is een moerasgebied, zie je dat? Hier zit wat. Maar in ieder geval in België wil ik dat ook nog eens een keer gaan verkennen. Van die dingen. Kijk, het is al doorgezakt, zie je dat? Ik weet niet hoe sterk het is. Want het is gewoon omgebogen. Dit is trouwens zo mooi. Ik weet niet wat er gebeurt dat hierin valt. Het kan zijn dat het een soort van moerasachtig gebied is. Zo ziet het er wel een beetje uit. Maar goed. Kijk, dan heb je zo'n verlaten huis in het bos. Zie je dat? Gaaf. Wat we hier nog tegenkomen in deze vlog, jong. Kijk dan, wat is dit? Wow, jongens. Hier heb je in één keer zo'n moddelklokachtig iets. Het lijkt wel of hier een bomkrater in is. Ja, wacht. Volgens mij is er iets mysterieus. Ik weet niet. Ik zat dus op internet te opzoeken wat dit nou precies is. Want hier is wat mee. Dat weet ik. Of dat er een soort van huis in is verzonken of iets. Zoiets kan ik me heel vaak herinneren. Even kijken. Nee, want dat is van de Witte Wieven. Dat was... in de buurt van Otterlo, dus dat kan dit niet zijn. We zijn nog bij Nijmegen, we zijn nog niet in Otterlo.
Dus trouwens de hele andere kant op, jong. Kijk, daar heb je die vlonder. Waar we zo net overheen gelopen zijn. En dan moet ik even kijken. Hier kom je dus bij, bij dat huis, bij die boerderij uit. Ja, wat zullen wij doen? We gaan dus gewoon eens een keer deze kant heen. Nou jongens, ik wil dat het ophoudt met regenen. Nou. Ja, daarom ben ik wel blij dat ik er vandaag uit ben. Want morgen gaat het sowieso regenen. Maar jongens, kijk eens wat ik... Ik ben er volgens mij net langs gelopen, maar ik heb het niet gezien. Kijk, daar heb je die vlonder. En daar heb je een soort van... Ik weet niet wat het is, maar er staat iets. En dat willen we eventjes gaan kijken wat dat is. Want dat ziet er wel heel speciaal uit. Hier zit een grondpieper. Ik weet niet waar die zit, want ik heb allemaal spatten op het schaampje. Dus ik zelf zie weinig, maar goed. Jullie zien natuurlijk weer meer. Zoals altijd. Even kijken. Ja, wat is dat? Dat lijkt wel zo'n verzamelpunt voor YouTubers, wacht. Dat is mooi. Ik ben van die verzamelpunten voor YouTubers aan het creëren. En waarschijnlijk is er hier ook eentje. En dan doe ik de coördinaat noteren. En dan wil ik één bepaalde video maken waar al die coördinaten dan onder komen te staan. Voor meeting points. Maar dat doe ik pas als ik de 1000 abonnees bereikt heb. Dus ik hoop dat dat snel is. Maar ja, het zal nog een heel even duren. Dat is ook apart, zie je dat? Er groeit gewoon zo'n boom uit. En die moest afgezaagd worden omdat hier mensen lopen. Jong. Al die muggen, jongen. Broer. Vooral dat de zon hier bij de Waal staat. En hij is aan het zakken. Dan heb je die dingen. Kijk, dan wordt hier zelfs wiet gebruikt, of niet? Ja. Krekkie. Ah, Veltax of zoiets. Die is in een of andere grot geweest. Waar junkies zaten. Ik weet niet meer, in ieder geval sowieso in het buitenland. En je hoorde echt in zijn video hoorde je echt zo'n shot, hè, dat er iemand omgelegd werd. En dat was daar heel normaal, in dat land. Dus, oké dan. Hier heb je trouwens ook nog zo'n vlonder. Zie dat, daar loopt die. We gaan eerst even hier kijken. Wow, dit, kijk, hier begint het pas echt mooi te worden. En, kijk eens wat we ontdekt hebben. Ja, hier is hij dan. Een heel speciaal takje met bloemetjes eraan. Wauw, dat valt wel op. Ik zal het even laten zien. Zo ziet het eruit. Kijken van een afstand. Zie, hartstikke mooi. Ik weet niet of ik met deze camera ook screenshots kan maken. Ik zal het eens een keer uitproberen. Dan kan ik ook een boel foto's trekken van dat ding. Ja, dat gaan we maar niet doen daaroverheen. Dus we gaan even terug. Dan gaan we eventjes over die vlonder lopen. Want ik heb hier gezien dat je daar ook nog allemaal kan lopen. Zigzag. En dat willen we ook eens gaan bekijken wat dat is. Mooi hoor. Ja, dan heb je de vlonder daartussen. Dus als het goed is... Kunnen wij daar komen? Achter die boom rechts. En dan moeten we er zijn. Wow, jongens, kijk eens wat ik gewoon over het hoofd zie. Aan de voet van de Duivelsberg zit waarschijnlijk helemaal bovenaan een kerk. Zie je dat? Daar bovenaan. Wow. Dat is heel apart. Ja, hier loopt het extreem omhoog, hè? Daarom heet het ook de Devilsberg. De Duivelsberg. Dat is trouwens wel een mooie naam, jong. Ach, kijk. Dit pad gaan we ook nog een keer verkennen. Vandaag even niet. Kijk eens, hartstikke mooi. Zie je dat? Kijk eventjes de volgende video. Die gaat verder waar ik hier stop.